Vannacht om 12 uur sloot in Nederland de transferwindow. Vitesse heeft gisteren geen transfers meer gedaan. Technisch directeur Moallag is tevreden met zijn huidige selectie. Ja, over het algemeen kunnen we wel zeggen dat we tevreden zijn. Natuurlijk heb je wel specifieke wensen. Hè? Maar je moet het doen met de mogelijkheden die we hebben. En gezien de mogelijkheden die we hebben, kunnen wij wel tevreden zijn. Vitesse kent een moeilijke start. 1 punt uit 4 wedstrijden. Wat vind je daarvan? Een moeilijke start als het gaat om de punten wat we behaald hebben. Maar geen moeilijke start als je kijkt naar de manier waarop wij voetballen. Dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. De eerste 4 wedstrijden waren we absoluut over het algemeen een bovenliggende partij. Hebben we goed voetbal gespeeld en hebben we ook heel veel kansen gecreëerd met elkaar. En wat we ook niet moeten vergeten is dat we ook wat een lastige start hebben gehad als je kijkt naar de tegenstanders. Dus de eerste 4 wedstrijden die we gespeeld hebben, hebben we er 3 uitgespeeld. En hebben we tegen 2 topclubs gespeeld. En hebben we ook nog eens tegen PEC Zwolle gespeeld. Die de beker heeft gewonnen. En daarna de Johan Cruijffschaal is gewoon een ontzettend moeilijke tegenstander om die te verslaan. Dus dat betekent dat we qua tegenstanders het niet makkelijk hebben gehad, laat ik het zo zeggen. Maar een moeizame start, wel in puntaantallen, maar absoluut niet op de manier waarop wij voetballen. Vitesse krijgt dit seizoen veel complimenten over het vertoonde spel. De Arnhemmers spelen dominant, maar scoorden tot dusver nog maar 4 doelpunten. Gezien het aantal gecreëerde kansen had dat aantal hoger moeten zijn. Ja, dat klopt wel. Als je ziet van hoeveel kansen wij creëren en in principe te weinig doelpunten maken, kun je wel zeggen dat we moeite hebben met scoren. Alleen, daar hebben wij wel geloof in, is dat die doelpunten vanzelf wel gaan komen. Iemand die daarvoor kan gaan zorgen is de nieuwe spits, Daouda. Hij werd redelijk laat werd hij gehaald. Hij is ook tot nu toe nog niet wedstrijd fit, zodat hij 90 minuten kan spelen. Hoe komt dat? Ja, dat heeft verschillende redenen, maar misschien eerst nog even vooraf. Het is natuurlijk niet alleen maar aan de spits om doelpunten te maken. We hebben ook nog buitenspelers, middenvelders en ook nog eens wat verdedigers die een aantal doelpunten kunnen maken op jaarbasis. Dus het gaat erom is dat we breed scorend vermogen creëren. Als het gaat om Daouda, het was natuurlijk een ongelofelijke zoektocht om een spits überhaupt binnen onze financiële mogelijkheden te zoeken. We hebben veel tijd en energie ingestoken en we zijn ook hartstikke blij dat Daouda bij ons is komen gaan voetballen. Feit is natuurlijk wel is dat hij een blessure had opgelopen aan het einde van het vorige seizoen. Kwam in principe blessurevrij weer terug. Nou, het is voor ons wel een hele bewuste keuze geweest om de jongen langzaam en rustig te gaan brengen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Het is ook natuurlijk zo dat als een speler bij ons komt, zich ook echt moet gaan aanpassen. Het moet ook goed geïntegreerd worden. Natuurlijk een specifieke manier van voetballen. Dat vraagt heel erg veel. Dus daar gaat veel tijd en energie in zitten. Vitesse speelde dit seizoen 1 keer gelijk en verloor 3 keer. Vorig seizoen werden de laatste 9 wedstrijden niet gewonnen door de ploeg van Bos. Dat betekent over 2 seizoenen gemeten dat er 13 wedstrijden op rij niet is gewonnen. Ja, weet je, ik vind dat eigenlijk bijna appels met peren vergelijken. Want elk seizoen kent zo zijn eigen dynamiek. Je kunt de laatste 10 of 8 wedstrijden van een seizoen niet vergelijken met de eerste blok van het nieuwe seizoen. Elk seizoen kent zijn eigen dynamiek. Seizoen kun je in principe in 3-4 blokken verdelen. Dus de voorbereiding waarin je speelwijze ontwikkelt. En dan meestal nog de drukte op de transfermarkt voor 1 september. Dat kent zijn eigen dynamiek. Vervolgens heb je de blok naar de winterstop toe. Vervolgens begint er in de transferwindow in de winter gebeuren allerlei zaken. En dan heb je uiteindelijk de laatste blok weer in de prijzen verdeeld gaan worden. Dus elk seizoen kent zo zijn eigen dynamiek. En absoluut niet te vergelijken met de eerste blok van het nieuwe seizoen. Dat vind ik echt kromme vergelijking. Vitesse investeerde deze zomer nadrukkelijk in de eigen academie. Zo traden er bijvoorbeeld veel jeugdtrainers in fulltime dienst. Het beter maken van de jeugdopleiding was een belangrijk speerpunt van Allag, die nu bijna een jaar in dienst is in Arnhem. Waar heeft Allag zich afgelopen jaar precies op gefocust? Ja, eigenlijk op 3 dingen. Op de korte termijn uiteraard de eerste selectie en de staf rondom de eerste selectie. De totale staf rondom de eerste selectie. Om te zorgen van, in ieder geval voor te zorgen dat we weer een goede selectie hebben voor het nieuwe voetbalseizoen. Dus het team waar we nu mee spelen. Voor de middellange en lange termijn heb ik met name gefocust op de scouting. Zorgen dat hier een goed scoutingsapparaat staat. En voor de lange termijn hebben we behoorlijk geïnvesteerd in de academie. Om te zorgen dat we dus op termijn zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers kunnen presenteren in het eerste elftal. À la Kevin Dix bijvoorbeeld. Dus dat waren mijn 3 speerpunten. Ik noem het ook altijd de gouden driehoek. De korte, de middellange en de lange termijn. En het is aan mij, denk ik, als technisch directeur om daar een goede rode draad in te creëren. En te zorgen voor een stevige basis. Om te zorgen voor een goede technische continuïteit. Dus daar heb ik me het afgelopen jaar behoorlijk op gefocust. Wat kunnen we dit seizoen van Vitesse verwachten? Ik denk dat het allerbelangrijkste is, wat mensen van ons kunnen verwachten, is dat wij een hele duidelijke visie hebben op voetballen. En dat ons houvast is. Dat laten we niet los. We hebben een manier van voetballen.
die wij heel belangrijk vinden. En waarvan wij ook vinden dat hij bij Vitesse past. Wij blijven aanvallend en dominerend voetbal spelen. Laat dat voorop staan. Dus dat is onze houvast. Maar het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om winnen. Dat is denk ik ongelooflijk belangrijk. Het resultaat is belangrijk. Alleen wij vinden dat we resultaat moeten behalen door de manier waarop wij voetballen. En dat is een hele sterke visie. Daar geloven wij in. En dat gaat zich uiteindelijk ook positief uitbetalen.